Wereldwijd zijn er mysteries in overvloed die zelfs wetenschappers in verwarring brengen over hoe zulke dingen kunnen bestaan. Hoewel je het grootste grottenstelsel ter wereld moet zien, gaat er niets boven wat er gebeurde toen ze onder de Grand Canyon een gigantische verloren stad ontdekten die niemand mocht zien. Yeah! 10. Rhino Grot, Botswana. Grotten in Botswana hebben altijd verbluffende ontdekkingen opgeleverd, maar de Rhino-grot is anders. De grot werd voor het eerst onderzocht in de jaren 90 en archeologen hebben ontdekt dat hij gebruikt zou kunnen zijn bij het oudste ritueel ter wereld. In de Rhino-grot werden ongeveer 100 veelkleurige speerpunten gevonden en een uit steen gehouwen slang. Het stenen reptiel van 6 meter lang en 2 meter breed werd gevonden op een verbrijzelde muur. Sommige spleten in de grot zaten zelfs vol met kwartsfragmenten. Onderzoekers menen dat de grot ongetwijfeld van belang was voor het San-volk, dat hem gebruikte voor een verering van pythons die ongeveer 70.000 jaar geleden werden gepraktiseerd. Dit overtrof de vorige oudst bekendste rituelen met 30.000 jaar. Hoewel sommige wetenschappers denken dat er in die tijd geen rituelen werden beoefend, zijn er in de Tsodilo Hills, waar de Rhino-grot ligt, talloze voorbeelden van rotskunst die bewijzen hoe het San-volk handelingen verrichtte die lijken op die van het slangenceremonie. 9. Cueva de los Tayos, de geheime grot der reuzen. Een van de meest fascinerende grotten ter wereld is Cueva de los Tayos, of Grot van de Olievogels. De grot bevindt zich op de oostelijke hellingen van het Andesgebergte van Ecuador. En volgens de legende bevat de grot een enorme bibliotheek van metaal, gemaakt door reuzen of buitenaardse wezens. In 1969 beweerde een expeditie van Janos Juan Moritz open goud, ongewone beelden en een metalen bibliotheek te hebben ontdekt. Dit werd benadrukt door wetenschapper Erich von Däniken in zijn boek Gold of the Gods, die stelde dat de voorwerpen zich mogelijk bevonden in reuzentunnels, gemaakt door een verloren beschaving, geholpen door buitenaardse wezens. De internationale expeditie van 1976, waaraan Neil Armstrong deelnam, bleek de duurste grotverkenning ooit te zijn. Cueva de los Tayos werd grondig onderzocht en in kaart gebracht. Hoewel veel formaties in de grot overeenkwamen met beweringen van von Däniken, werden er geen artefacten gevonden. Een plaatselijke inheemse bron die met Janos Juan Moritz samenwerkte, zei echter dat het team de verkeerde grot had verkend en dat de oorspronkelijke Cueva de los Tayos nog steeds een goed bewaard plaatselijk geheim was. 8. De oudste wijnmakerij ter wereld. Toen archeologen 's werelds oudste schoen, die 5500 jaar oud is, ontdekten, hadden ze niet verwacht dat ze daardoor 's werelds oudste wijnmakerij zouden ontdekken. Toen een onderzoeksteam in 2007 terugkeerde naar de grot bij het dorp Areni in Armenië, ontdekten ze apparatuur voor het maken van alcohol. Er waren gedroogde wijnstokken, vaten voor het met de voet aanstampen van druiven, opslagvaten voor het fermenteren van het sap en proefbekers. De hele productielijn van alcohol bleek meer dan 6000 jaar oud te zijn. De grootschalige wijnmakerij was het bewijs dat druiven eerder werden gedomesticeerd dan gedacht, wat gezien de locatie niet onmogelijk is. DNA-onderzoek heeft de oorsprong van het produceren van wijn getraceerd naar Armenië en aangrenzende regio's. De prehistorische wijnmakers lieten blijkbaar hun schoenen en apparatuur achter, maar geen andere informatie. Het is duidelijk dat ze ook hun overledenen erbij betrokken hebben, want in de buurt is een begraafplaats gevonden met drinkbekers in de graven. 7. De Grot der Brieven. De Grot der Brieven is letterlijk een holte vol geheimen. Het werd in de jaren 60 herontdekt en de inhoud beschrijft het dagelijks leven en de cultuur van het oude Israël. Aanvankelijk leek de Grot der Brieven op een gewone grot in de woestijn van Judea. Maar bij opgravingen bleek het een goed bewaarde tijdscapsule te zijn met brieven en documenten uit de 1e en 2e eeuw. Archeologen hebben deze geschriften en andere artefacten die in de grot werden ontdekt nauwgezet geanalyseerd om vast te stellen wie de grot gebruikte en waarom. De Grot der Brieven, gelegen op 40 kilometer ten zuidoosten van Qumran aan de westelijke oever van de Dode Zee, was vermoedelijk alleen bekend bij Bedouinen van de Ta'amira-stam. Opgravingen in de grot brachten ook onvoorstelbare ontdekkingen aan het licht, zoals de grootste verzameling oude persoonlijke correspondentie en op papier is geschreven documenten die ooit in Israël zijn gevonden, waaronder brieven geschreven door de beroemde Joodse leider Simon Bar Koba aan zijn volgelingen tijdens zijn opstand tegen de Romeinen. 6. De Grot van Lupercal. In 2007 maakte de Italiaanse archeoloog Irene Jacobi bekend dat ze waarschijnlijk de legendarische grot Lupercal had ontdekt, waar een wolvin Romulus en Remus vond. Volgens de Romeinse legende werden de verlaten tweelingbaby's gezoogd door de wolf, totdat ze werden gered door de herder Faustulus. De broers groeiden op en stichtten de stad Rome. De grot van Lupercal zou zich bevinden aan de zuidwestelijke voet van de Palatijnheuvel in Rome. De grot werd gevonden onder de resten van het huis van keizer Augustus, de Domus Livia. Terwijl het paleis werd gerestaureerd, ontdekten arbeiders een diepe holte die een ronde kamer onthulde,
versierd met marmer en zeeschelpen. Het meest overtuigende bewijs van de grot is de locatie en een witte adelaarsteken in het gewelf. Aangenomen wordt dat het Augustus zelf was die de heilige plek bij zijn paleis renoveerde en de adelaar installeerde. 5. Nooit eerder geziene boeddhistische schilderijen in Mustanggrot. Het koninkrijk Mustang in Nepal is altijd teruggetrokken en geheimzinnig voor de buitenwereld gebleven. Het behoud van zijn Tibetaanse en boeddhistische roots door de geschiedenis heen. In 2007 werden archeologen die muurschilderingen in een Nepalees klooster in Mustang restaureerden door een plaatselijke herder geïnformeerd over een grot die iets dergelijks bevatte. Hij leidde de nieuwsgierige archeologen naar een berggebied 3400 meter boven de zeespiegel. In de grot deden de archeologen de ontdekking van hun leven. Er bevonden zich 55 levendige muurschilderingen die het leven van Boeddha uitbeelden. Ze dateren uit de 12e eeuw, waren anders dan de gebruikelijke Tibetaanse muurschilderingen en het lijkt erop dat ze zijn gemaakt met een sterke Indiase invloed. Tegelijkertijd ontdekte het team ook verschillende oude Tibetaanse manuscripten in nabijgelegen grotten, wat suggereert dat de plek een boeddhistische school of retrette kan zijn geweest. De exacte locatie van de kunstwerken wordt verborgen gehouden om te voorkomen dat dieven de waardevolle collectie kunnen stelen. 4. Een zoekgeraakte vloot Egyptische schepen. Hoe spannend is het om een haven en een vloot schepen te ontdekken, verborgen in een grot? Het klinkt onmogelijk, maar in 2004 vonden archeologen daadwerkelijk een vloot Egyptische schepen die waren teruggekeerd uit het legendarische land van Punt. Het waren muurgravures die in de 19e eeuw werden ontdekt in een Egyptische tempel die het bestaan van de vloot onthulde. De resten van de vloot werden ontdekt in 8 grotten bij de Rode Zee die uitrusting, schepen en een havengemeenschap bevatten. De schepen waren zo complex dat ze gebouwd waren om als puzzels in elkaar gezet te worden. Iets wat nog nooit eerder gedaan was. De haven, genaamd Mersa Gawazis, was beroemd om het te water laten van schepen die voeren naar verre plaatsen zoals Punt. In de grotten werden nog meer artefacten ontdekt, zoals stenen met opschriften van verslagen over het varen naar Punt. De haven was 4 eeuwen lang verzegeld in de grotten, waaronder enkele van de oudste zeeschepen die zo'n 4000 jaar oud zijn. 3. De grootste grot ter wereld. In 1990 ontdekte een plaatselijke dorpeling een enorm grottenstelsel in de jungle van Vietnam. De grot Son Dung genaamd werd in 2009 onderzocht door een Brits-Vietnamese expeditie. Wat de geologen binnenin aantroffen was verbijsterend. De grotten strekten zich kilometers uit en bleek zelfs een eigen ecosysteem te hebben dat erin gedijt. De omvang van de grot was indrukwekkend en trok de belangstelling van senior geologen en National Geographic. In 2013 werd Hang Son Dong officieel door Guinness erkend als de grootste natuurlijke kalksteengrot op aarde en de grootste natuurlijke grot ter wereld. In de 9 kilometer lange grot vonden de wetenschappers reusachtige stalactieten van 80 meter hoog. Bovendien waren de gangen bedrukt met koralen die honderden miljoenen jaren geleden zijn gefossiliseerd. Het einde van de grot werd geblokkeerd door een 90 meter hoge verticale calcietmuur die de onderzoekers de Grote Muur van Vietnam noemden. 2. De grot van Theopetra en de oudste muur ter wereld. De grot van Theopetra is een archeologisch monument in de Griekse provincie Thessalië, bij Meteora. De ontdekking ervan was een belangrijk moment in de archeologie, omdat binnenin werd gevonden hoe de mens ooit 130.000 jaar geleden had geleefd. Bovendien is er continu bewijs van menselijke bevolking in de grot van Theopetra, vanaf het midden-paleolithicum tot het einde van het neolithicum. Het feit dat er mensen hadden geleefd zonder onderbrekingen hielp de wetenschappers om een beter begrip te krijgen van de prehistorische periode in Griekenland. De grot werd gevonden op de noordoostelijke helling van Kalkstenenheuvel, 100 meter hoog, met het uitzicht op het kleine dorpje Theopetra. Een fascinerende ontdekking diep in de grot was het bestaan van de resten van een stenen muur die ooit de ingang van de grot gedeeltelijk afsloot. De 23.000 jaar oude muur werd waarschijnlijk door de bewoners gebouwd om de kou buiten te houden en was daarmee de eerste menselijke constructie die ontdekt is. 1. Een verdwenen Egyptische stad in de Grand Canyon? Bekijk onze thumbnail afbeelding. Dit is de afbeelding van een verdwenen Egyptische stad, maar ontdekt in de Grand Canyon. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Het begon allemaal in 1909 toen de vermeende Smithsonian ontdekkingsreiziger G.A. Kincaid beweerde dat hij vreemde grotten diep in de Grand Canyon had ontdekt. In de grotten deed hij een monumentale ontdekking waarbij hij een schat aan artefacten vond, zoals beelden, koperen, wapens en zelfs graanschuren vol zaden. Het grottenstelsel was zo groot dat er gemakkelijk 50.000 mensen in konden wonen. De artefacten waren niet inheems Amerikaans, maar Egyptisch van aard en sommige zelfs Tibetaans. Hoe kwamen ze daar terecht? Het verhaal werd in 1909 gepubliceerd in de Arizona Gazette, maar werd bekritiseerd door velen die het niet geloofden. Tot op de dag van vandaag heeft het Smithsonian geen gegevens over het voorval en bestrijdt het alle vragen over Egyptische ontdekkingen in Amerika. Hoax of een dekmantel, jij beslist. Vertel ons je mening in de comments en vergeet je niet te abonneren op dit kanaal.